De politie is met ongeveer 30 man aanwezig op de Apollolaan. In eerste instantie is het verder nog niet druk op straat, maar dat verandert snel. Voor een woonwijk is het tegen 8 uur opvallend druk. Een groep van ongeveer 20 man komt de straat binnengelopen. De politie sommeert hen weg te gaan, waarop ze omkeren. Later is het aan de andere kant van de straat raak, maar of het om dezelfde groep gaat is niet duidelijk. Uiteindelijk loopt het aantal mensen op tot een man of 60, verdeeld over allemaal kleine groepjes. Onder hen leden van een motorclub, buurtbewoners en zelfverklaarde sensatiezoekers. Rond 9:30 zijn de meeste mensen weer vertrokken. Maar de politie blijft nog wel in de buurt om een oogje in het zeil te houden.